Ik u zal, Bernard, ik zal er even een filmpje van maken. Dat is wel leuk, hè? Ja, oh, nou, dat is hartstikke mooi, hoor. Dus je activeert ook nog een PAFF 061, geloof ik, wat je het over had. En, nou, hartstikke leuk om je te treffen hier. Ik had, ik had je op 20 meter ook al gehoord. Daar zit ik met de MP1. De MP1. En daar heb ik gisteren hele leuke DX mee gedraaid, hè. Onder andere Japan en China. Dat is ongelooflijk. Ik werk natuurlijk QRP met mijn FT817. 5 watt output. De inverter 4 heb ik gisteren even gemaakt. Ja, dat was 's ochtends natuurlijk nog voor de regen. En de MP1 die staat hier naast de kast. Ik heb een plastic zakje om de spoel heen gemaakt. Maar dat kun je later wel lezen op mijn blog, Bernard. Je bent hier ook ongeveer 5x8 en een beetje QSB, QSL. PD7BZ stroke portable, PE4 BAS stroke portable. Ja, sorry. QSL, Bernard. Nou, hartstikke leuk, hè? Dat je ook even de boel opgezet hebt met verschillende antennes daar. Ik neem aan dat je een tentje, hebt, heb ik nog niet helemaal goed kunnen horen. Of dat je in een huisje zit, ik weet het niet, hè? Of het is langs me heen gegaan. Leuk dat je ook nog wat leuke DX gedraaid hebt. Ik heb Bravo Yankee 4 dus ook gesproken, maar dan met 5 watt en de MP1. En vanochtend op de Inverted V op 40 meter ook nog Canada, Bernard. Dus ja, het gaat wel lekker. Condities zijn redelijk volgens mij. Nou, gisteren ben ik net zo lang doorgegaan tot mijn accu leeg was. En toen ben ik gestopt rond een uur of 10 s'avonds. Toen was de accu leeg, toen kwam er bijna geen vermogen meer uit de radio. Dus toen ben ik maar gestopt, Bernard. Maar ja, hartstikke leuk dat ik je hier tref. En ook nog zo hartstikke duidelijk, hè. Heel mooi. Goed, ik neem het even op het filmpje en dan kun je het later weer terugzien waarschijnlijk op YouTube of mijn blog, Bernard. Dat is wel leuk. PD7BZ stroke portable van Papa Echo 4 Bravo Alpha Sierra Portable. Ja, Roger, Papa Echo 4 Bravo Alpha Sierra Portable, Papa Delta 7 Bravo Zulu Portable. Goed opgenomen, maar geen probleem. Beetje QSB op het moment van een 6 naar een 8, maar geen probleem. Echt goed meegekregen. Dus jij zit in het tentje. Ik weet niet of je de foto's al hebt gezien. Dat ik in Boswachterij, dat is het bij Grollo. Was ook een PAFF gebied. Ik heb hetzelfde tentje. Ik ben karpervisser, dus ik heb zo'n paraplu met zo'n overgooi. En die heb ik hier staan. Is voor mij alleen is het natuurlijk zat genoeg, hè. Ruimte, ik heb nog ruimte over. Dus wat daar gaat, is het ruimte genoeg. Het is droog. Die heeft hier vandaag zo blijven staan. Dus ik kon er zo weer in kruipen vanmorgen. Alleen de apparatuur heb ik wel opgeborgen. Er zit dus wel een hokje bij. Alleen in principe als je dus veel beter moet je dus, mag je dus niet het vaste verblijven. Dus ik zit hier in de hok, daarom heb ik een tentje genomen, hè. Dus, maar mijn apparatuur heeft vandaag gewoon gestaan in het hokje. Ik heb een sleutel gekregen.
Schoonhoord. Als je Google gaat bekijken, Google Maps, en je ziet Schoonhoord, moet je een beetje gaan inzoomen. Dan krijg je aan de linkerkant van Schoonhoord, krijg je de ijsbaan wel te zien. Het is een zwart, ziet er zo uit. Er zit al water in, zeg maar. Dat toch wel heel lang. Nu niet, ja, nou, het lijkt er nu wel weer op. En er zit een eilandje in een draad in maatje als staan. Ongeveer, ik denk, een meter of, we zullen zijn, een meter of 10 tussenpozen van elkaar. En ik heb hier ruimte genoeg. Ik haal al veel verder uit elkaar, maar het is niet nodig. Ik zit ook nu tegelijk op dat NFS en een pas, hè. Dus, ja, QSL, Bernard. Ja, hartstikke leuk. Ik zit dus niet in een tentje, Bernard, hè? Ik zit in de kas. Ik zit in de kas achter het huis, hè? Maar dat zul je wel zien. Nee, ik vroeg me af of dat jij in een tentje zat. Nou, je zit dus eigenlijk wel in een soort tentje onder een paraplu, dus met een soort overgooi, hè? Nou, ik ben benieuwd. Daar moet je wel even een foto van maken, hè? Want het is wel uniek, denk ik, dat de Nederlandse stations gewoon doorgaan met dit weer. Want het is verschrikkelijk, hè, die regen. Het is vannacht gaan regenen en het is nog niet gestopt, hè. Het is, het is vreselijk, hè. Jongen, wat een weer. Ik ga mijn antennes vandaag ook niet afbreken, hè. Absoluut niet. Dus, dat zie ik wel weer als het droog wordt. Want het heeft totaal geen zin. Alles kleddernat weer in de garage en zo te leggen. We zien het wel weer. Het droogt sneller door de wind, denk ik. En dan maar hopen dat het weer een keer droog wordt, hè, van de week. Nou, Bernard, we breien er een eind aan. Ik heb al meer dan 7 minuten opgenomen, dus het wordt een hele film, hè. Mijn dochter die is hier ook in de kas en die is op het moment aan het druiven plukken en ook direct aan het opeten. Dus het gaat lekker zo. Ik zou zeggen, Bernard, ik wens jou heel veel plezier nog met de rest van de velddag. Ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf zitten, maar ik wens je heel veel plezier en nou, misschien dat je nog eens een paar mooie stations kan werken. Hè? De 200 zul je wel halen, denk ik. Je zit al op 177. Ik ga door tot ongeveer 75, denk ik, en dan stop ik. Hè? Het weer is mij veel te slecht en ik denk dat vele andere velddagstations al lang gestopt zijn, Bernard. Voor jou, voor de finale, 73, Bernard, veel succes. PD7BZ-portable, PE4BAS-portable, terug naar jou voor de finale. Ja, Roger, Papa Eco 4, Bravo Alpha, ja. Sierra-portable, Papa Delta 7, moet je die? Portable. Ik ga zo voor jou pakken. Vanaf jouw kant, ik had wel begrepen dat jij in de kas zat, hè? Daar had ik wel begrepen, Bas. Dus in hier, ja, ik maak wel een foto van het ding en van alles, dat krijg je wel even te zien, geen probleem, hè? Dus het zal wat droger worden. Ik heb vanmorgen, voordat ik hierheen ging op Nieuwslagradar op 4.nl, heb ik even gekeken en het zal vanmiddag droog worden. Alleen ja, waar ik dat binnen staan heb, dat is ook gigantisch draf. Dus ik denk dat ik het ook morgen nog ga ruimen. Maar even kijken hoe dat gaat. Hey. Kijk eens.